Je bent accountmanager voor je eigenlijk de bedrijven in de haven die in het breakbulk segment werkzaam zijn. Daarnaast voer je eigenlijk ook een aantal projecten aan. Je bent verantwoordelijk voor een stukje acquisitie en strategie. Dus je probeert wat meer lading naar Rotterdam te krijgen. Daarvoor moet je ook op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen je segment. Stuk goed. Dus eigenlijk alles wat niet in een container kan of wordt vervoerd. In pallets. Bij Force Products gaat het vaak om papier, zijn het rollen. Ik ga nu een bezoek brengen aan een van mijn grootste klanten. Even een kijkje nemen op de terminal. De grote terminals die bijvoorbeeld die producten afhandelen zijn klant van mij. Die hebben mij eigenlijk als aanspreekpunt bij het havenbedrijf met allerhande zaken. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, dus dat er iets met de kade aan de hand is of schade is geconstateerd. En het kunnen ook grotere zaken zijn, een uitbreiding van het terrein. En dat zijn langdurige trajecten vaak. Ik vind het heel divers. Contact met de klant vind ik zelf heel erg leuk. Het zijn toch bedrijven die met hele diverse producten. En hoe je dan toch ook met je klant over de kade loopt en alles bespreekt en de laatste ontwikkelingen. Ja, dan probeert alles mee te nemen naar het havenbedrijf en te vertalen naar hoe we hier daarmee verder kunnen. Nou, je kunt wel zien hoe fantastisch de haven als werkterrein is. Zeer dynamisch. Er gebeurt elke dag wat anders. Ik merk wel dat klanten eigenlijk met de tijd denk de afgelopen jaren positiever zijn geworden over het havenbedrijf. Dat gevoel krijg ik wel. Dit team bestaat nog niet lang, dus we hebben nu eindelijk eigenlijk een aanspreekpunt. En dat wordt als heel positief ervaren. En we zetten ons ook echt in, zeg maar, voor de bedrijven in de haven om ook hun concurrentiepositie eigenlijk te verbeteren. Ik vind het zelf heel prettig. Informele sfeer. Dus ik heb eigenlijk heel snel iedereen leren kennen, op verschillende afdelingen ook. Op kantoor is het met name projecten die nodige tijd innemen. Ja, en hopelijk nog tijd om ook goed na te denken over de strategie en de ontwikkelingen bijhouden. En Rotterdam als echt op de kaart zetten wereldwijd. Dus dat is toch wel een functie van het havenbedrijf, denk ik.